het is vandaag vrijdag 7 juni en het is de dag dat ik naar de kapper ga. Ik ben al helemaal klaar, want ik heb vanochtend de batterij nog even in de lader gehad. Ik dacht, dan weet ik zeker dat ik de hele kapper kan filmen. Dus nu ben ik alles bij elkaar aan het zoeken om weg te gaan. Portemonnee, telefoon. Mijn statiefje ligt volgens mij nog in de auto. Yes, oké. De buren zijn ook de hele tijd herrie aan het maken. Ik weet niet precies wat ze aan het doen zijn. Maar je zal het wel horen, denk ik. Ik kan ook gewoon niet zien waar het vandaan komt. Maar dat is ook niet echt prettig. Eerst even de navigatie instellen. Want deze vrouw kan nog steeds niet zomaar naar Hilversum rijden zonder navigatie. Ik weet überhaupt niet eens of ik dan richting Utrecht of Arnhem moet. Dus dat is wel knap. Het is vandaag echt super warm. Het is 25 graden. Maar het zou Nederland niet zijn als dat betekent dat het vanavond lekker gaat stormen. Ik hou echt van stormen. Ik weet dat ik een van de weinigen ben. Maar ik hou er zo van om gewoon voor het raam te zitten. Naar die flitsen te kijken. En dan lekker de regen op het raam. Ja, ik kan er echt van genieten. Oké, ik kom om 12:55 aan. En ik heb om 1 uur een afspraak. Dus ik ben meer dan op tijd. Ik heb ook deze meegenomen, want er zit daar dus een Primark, dan kan ik dit gelijk terugbrengen. Misschien zelfs wel voordat ik naar de kapper ga, dus omdat ik mooi op tijd ben. Maar ik weet van de vorige keren dat ik echt vast heb gestaan naar Hilversum toe. Yes, let's go. Ik loop ondertussen in Hilversum Centrum. Ik heb weer de verkeerde afslag genomen, dus ik ben blij dat ik extra tijd ingerekend heb. Echt. Volgens mij heb ik dat alle 3 de keren nog gedaan tot nu toe. Je vraagt je waarschijnlijk vast af, waarom ga je helemaal naar Hilversum? 3 kwartier rijden voor een kapster. Toen het net uitging met Jarno, toen had ik een berichtje van Shirley van hey, ik wil je graag een lekkere knipbeurt aanbieden. Gewoon als lekkere frisse start. En eigenlijk, ja, ik ben nogal angstig met de kapper, omdat kappers gewoon vaak doen wat je niet wil. En ik heb al zo dun haar. Maar Shirley en ik zijn echt een goede match. Dus ik rijd met heel veel liefde 3 kwartier voor haar, omdat ik gewoon zeker weet dat ik krijg wat ik wil. En omdat ze gewoon heel goed is, dus ze is het meer dan waard. En ik ben zo, zo blij. Het is zo mooi. Het is ook echt precies wat ik wilde. Want ik wilde gewoon zeg maar dat de bovenkant en de onderkant wat dichter naar elkaar toe kwamen. Want de onderkant is echt best wel geel. En ik zei al tegen haar van, ik wil het echt gewoon meer één geheel maken. En wat meer assig. Al is assig niet echt het goede woord. Want het, ja, het is nog steeds gewoon blond. Alleen het is niet meer zo geel. Gewoon dat. Ik ben heel blij. Ik vind het echt heel mooi. Het is ook echt lekker. Er is wel een stukje af, maar gewoon echt de puntjes weer
Ze heeft het weer met de tondeuse gedaan. Ik vind dat echt een geweldige techniek die dus heel goed bij mijn haar past. Oh, ik kan niet stoppen ermee ernaar te kijken. En ik ben dus ook nog even naar de Primark snel geweest. Alleen, ik heb, jullie kunnen trots op me zijn, alles teruggebracht en alleen slippers meegenomen. Ik heb wel heel veel zooi in de tas gegooid. De 1,50 slippers, zwart. Want die had ik niet meer. En dan nog wat, zeg maar, meer sandaaltjes, slippertjes. Want die zag ik liggen en ik had vandaag... Waar zijn ze? Ik had dus deze aan. Die zijn ook heel leuk. Alleen wel moeilijk combineren doordat er zoveel roze en oranje in zit. Ik dacht, ik moet even gewoon zwart-zwart hebben. Wat bijvoorbeeld onder deze outfit heel goed kan. Ik ga zo lekker eten. Even bedenken wat. Misschien ga ik nog wel even langs de supermarkt. Ik zit een beetje te twijfelen, want ik heb ook wel weer zin in een omelet. Dat is echt een soort van mijn nieuwe avondeten. Terwijl het is eigenlijk niet echt avondeten of zo. Het is echt mooi, hè. Het is echt weer zo goed gedaan. Echt onvoorstelbaar. Die vrouw verricht echt wonderen. Ondertussen is het 10:30. Ik kan me gewoon niet herinneren. Oh, het is 11:30. Nee, 11:00. Ik dacht echt dat het 10:30 was. Het is 11:00. Ik kan me niet herinneren wanneer ik überhaupt voor het laatst zo vroeg in bed lag. Maar ik heb me vanavond echt oprecht een beetje verveeld. Ik dacht echt, ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik ben wel echt super leuk. Een nieuwe serie begonnen op Videoland. Die heet Samsam. Nou, die is eigenlijk niet nieuw. Die is eigenlijk onwijs oud. En ik kan me dus echt herinneren dat ik dat vroeger thuis met mijn oudste broer nog keek. Karel. En die is 10 jaar ouder dan ik ben. En ik word volgende week 27. Wauw. Dus hij wordt 37 dit jaar. Is echt, het is zo leuk. Het is echt genieten als je Videoland hebt. Echt, is echt heel leuk. En nou ja, dat heb ik de hele avond gedaan. Verder helemaal niks. Ik dacht echt van, wat kan ik nou nog doen? Ik kon ook geen video's vooruit editen. Omdat ik zeg maar verder ook niet vooruit gevlogd heb. Dus dat is super dom en super onhandig van mezelf. Want dat was heel fijn geweest om te doen vanavond. Ik kreeg nog wel een benadering van een persbureau. Of ik me op hun lijst wilde zetten, zodat ze me eventueel kunnen benaderen als er een of andere samenwerking is die bij mijn kanaal past. Ik dacht, hey, hoe is? Dat heet Social Friends. En het kost verder geen geld of iets. Het is echt puur en alleen maar dat je op de lijst staat en dat ze je kunnen benaderen als ze iets hebben. Dus misschien komt daar wel wat uit. Dat was wel een leuke verrassing. En ik heb even lekker de balkondeur openstaan. Kan het hier een beetje doorwaaien. En dan ga ik nog maar even op mijn telefoon zitten niksen totdat ik echt moe word. Want ik merkte op de bank dat ik aan het doezelen was. Dus ik denk, ik ga nu in bed liggen. Dan slaap ik vroeg. En dan hoop ik dat ik morgen ook gewoon onwijs vroeg wakker ben. En dat ik de hele dag nog heb. Want ik ga in ieder geval met Fabienne eten voor het werk. Maar we hebben nog geen tijd afgesproken. Dus, maar ja. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik je weer bij de volgende video.